vandaag wil ik graag wat meer inzicht geven over hoe omega-3 vetzuren uit de bekende bronnen zoals krill en visolie een gunstig effect kunnen uitoefenen op deze chronische of ook wel laaggradige ontstekingen. We zullen kort overlopen welke verschillende invloeden omega-3 vetzuren hebben op ontstekingen, waaronder via de gekende werkingsmechanismes, maar ook een nog minder bekende pathway via specifieke vetzuurreceptoren zal iets uitgebreider aan bod komen. 1. Omdat het razend interessant is als nieuwe therapeutische target, maar zeker ook omdat het heel mooi de link legt met omega-3 vetzuren uit een recent ontdekte bron, namelijk kalanusolie. En vetzuren uit kalanusolie die gaan letterlijk en figuurlijk een stuk verder dan de omega-3 vetzuren uit de gekende traditionele bronnen. Zowel op gebied van onze gezondheid als op ecologisch vlak valt er dus heel wat te ontdekken. De inleiding zal waarschijnlijk voor velen een stukje herhaling van de boodschap zijn, van de kennis, maar het is wel nuttig, denk ik, om dit onderwerp op deze manier kort maar goed in te leiden. Oké? We gaan van start. Ik denk dat iedereen wel weet dat een ontsteking een heel normale en zelfs belangrijke reactie is van ons lichaam op bijvoorbeeld een infectie of weefselschade die een cascade aan moleculaire en cellulaire reacties in werking zet die het probleem moeten vaststellen en ook oplossen. Dus ontsteking moet plaatsvinden en moet dan ook opgelost worden. Bij dat proces gaan bepaalde witte bloedcellen of ook wel immuuncellen veranderen in echte ontstekingscellen wanneer die geactiveerd worden door pathogenen of ziekteverwekkers, door endotoxine afkomstig van bacteriën of bijvoorbeeld door beschadigde weefselcellen. Die ontstekingscellen gaan dan een heleboel chemische stoffen vrijmaken die we kunnen indelen in verschillende groepen. Zo zal één groep bijvoorbeeld moeten instaan voor het aanbrengen van nog meer troepen om de ontsteking te bestrijden. Een andere groep zal schade kunnen aanbrengen of zelfs de bacterie kunnen afdoden. En zo is er ook een groep die instaat voor de reorganisatie van het weefsel. Kijk, als dat allemaal gecontroleerd verloopt, is dat volledig zoals het hoort. Echt problematisch wordt het pas als de ontstekingen chronisch worden, want dan zijn die ontstekingscellen in staat om hun eigen gastheer aan te vallen of ander weefsel aan te tasten. Denken we maar aan het verhoogde risico op botontkalking bij de ziekte van Crohn bijvoorbeeld. Redenen hiervoor kunnen te maken hebben met onder andere darmproblemen, stress, verkeerde voeding. Maar nu komt de vraag, op welke verschillende manieren hebben omega-3 vetzuren een invloed op ontsteking? En dan ga ik het vooral hebben over de vetzuren EPA en DHA die we nota bene vooral terugvinden in vette vis. Belangrijk om te weten is dat de celmembraan van die cellen een grote rol speelt in het gedrag van de cel. En omega-3 vetzuren kunnen dus veranderingen teweegbrengen aan de vetzuursamenstelling in de celmembraan van die ontstekingscellen. We kijken even naar een afbeelding hiervan. De grijze dikke lijn in het midden is de celmembraan. Alles erboven is extracellulair en eronder intracellulair. We starten bij het cijfer 1. We weten dat ontstekingscellen een hoog gehalte hebben aan arachidonzuur. We weten ook dat arachidonzuur, maar ook EPA en DHA makkelijk ingebouwd kunnen worden in de celmembraan. En een verhoogde inname van EPA en DHA uit visolie kunnen dus de plaats innemen van arachidonzuur. Dat geeft dan verandering aan, zoals ik al zei, de samenstelling van de celmembraan. Het geeft verandering aan bepaalde structuren die te maken hebben met de gevoeligheid van de cel en het geeft een verandering van de vloeibaarheid van de celmembraan. Op die manier kunnen de vetzuren EPA en DHA het pro-inflammatoire karakter van zo'n cel gaan beïnvloeden. We kijken even verder bij cijfer 2. Een verhoogde vetzuurinname is ook van invloed op de balans tussen ontstekingsbevorderende en ontstekingsremmende vetzuurmetabolieten. Eens die vetzuren ingebouwd zijn in de celmembraan, worden die omgezet door het fosfolipase A2-enzyme naar vrije vetzuren in de cel. En daar kunnen ze dan de aanmaak van hormoonachtige stoffen gaan vormen.
Arachidonzuur kan door lipoxygenase en cyclooxygenase pro-inflammatoire metabolieten gaan aanmaken. Maar zoals je kan zien, kan EPA en DHA die pathway afremmen en tegelijkertijd op zijn beurt anti-inflammatoire prostaglandines en andere metabolieten vormen. Daarbovenop komt dat omega-3 vetzuren specialized pro-resolving mediators kunnen synthetiseren. En dan spreek ik over resolvines, protectines en maresines. Allemaal signaalmoleculen die een anti-inflammatoire werking hebben. Bij cijfer 3 zien we dat er directe ontstekingsremmende effecten te bespeuren zijn via celmembraan en intracellulaire vetzuurreceptoren. Die intracellulaire receptoren, bijvoorbeeld PPAR gamma, worden geactiveerd door vrije EPA en DHA in de cel. En die kunnen op hun beurt dan weer nucleaire factor kappa beta gaan downreguleren. En NF kappa beta, voor zij die het niet kennen, is een eiwitcomplex dat we terugvinden in bijna elke menselijke of dierlijke cel. Nucleair factor kappa beta speelt eigenlijk een sleutelrol bij het reguleren van de immuunrespons op infecties. Het heeft meerdere functies, maar een ervan is dus ontstekingsbevorderende moleculen gaan blokkeren. Maar, zoals je kan zien, zijn er ook celmembraanreceptoren, of GPCR's, waarvan GPR120 er eentje is, die ook een remmend effect blijkt uit te oefenen op ontstekingen. Die GCPR's zijn dus één grote eiwitfamilie van celmembraanreceptoren die moleculen kunnen detecteren buiten de cel. Die moleculen worden dan geïnterneerd in de cel en worden daar geactiveerd en hebben zo een effect op cellulaire responsen. Nu, die laatste pathway is nog niet zo heel lang geleden ontdekt en recent onderzoek toont aan dat die meer functies heeft dan alleen ontstekingsremming. Misschien zijn er onder jullie wel mensen bekend met GPR120 of ook wel FFA4, want dat is dus dezelfde benaming voor zo'n groep vrije vetzuurreceptoren, namelijk de Free Fatty Acid Receptors 4, FFA4. En deze receptoren zijn interessant voor wetenschappers omdat ze naast ontstekingsremming ook andere functies blijken te hebben, bijvoorbeeld het verbeteren van de insulinegevoeligheid. Er wordt sinds een jaar of 10, denk ik, volop onderzoek naar gedaan en wat nu volgt is de uitleg van Dr. Olewski, een wetenschapper aan de Universiteit van California in San Diego, die heel mooi het werkingsmechanisme van de ontstekingsremming toelicht. Kijkt u even mee. The focus of our work is on the anti-inflammatory effects of omega-3 fatty acids or fish oils in a GPCR termed GPR120. Which we've identified as the receptor or sensor for this class of fatty acids. This project started with the general idea that omega-3 fatty acids or fish oils are anti-inflammatory. And this has been known, or at least suspected, for many years. And all you have to do is go down to any nutrition store or any health food store or vitamin store and you can pick up a book and there's going to be a chapter on the anti-inflammatory effects of fish oils. We wanted to see if this was actually true. And if it was, what were the mechanisms? And to answer these questions, this took us to an exploration of the family of GPCRs called fatty acid sensing GPCRs. And our first experiments were to look at the tissue expression patterns of this family of fatty acid sensing GPCRs. And when we did this, one GPCR called GPR120 jumped out at us because of its very unique and restricted tissue expression pattern. What we found was that GPR120 was highly expressed in pro-inflammatory macrophages and in mature adipocytes and also in gastrointestinal L cells. There are several different aspects to our study. So while I'm explaining it to you, instead of you looking at me the whole time, we're going to switch to a schematic which explains some of the overall views of our study. This diagram shows that NF-kappa-B and JNK1 comprise the two major intracellular pro-inflammatory pathways in macrophages. TAK1 is a proximal serine kinase which can activate signaling through both of these pathways. TAB1 is a protein which associates with TAK1 and activates it to initiate
pro-inflammatory signaling. In our current studies, we have shown that omega-3 fatty acids exert potent anti-inflammatory effects in macrophages by activating a cell surface GPCR termed GPR120. When omega-3 fatty acids stimulate GPR120, it causes the receptor to associate with beta-arrestin 2. After this complex is formed in the plasma membrane, GPR120 and beta-arrestin 2 internalize, and after internalization, beta-arrestin 2 can now associate with TAB1. This association with TAB1 removes TAB1 from TAC1, allowing inhibition of activation of these pro-inflammatory pathways. So, ik denk dat dit al heel mooi weergeeft hoe de GPR120 of FFA4-receptoren nu juist functioneren. Ondertussen zijn tal van studies gepubliceerd over de werking van FFA4-receptoren en zoals ik al aangaf, niet alleen bij ontsteking. Deze receptoren blijken ook van belang bij bijvoorbeeld de insulinegevoeligheid en voor onze eetlustcontrole. Op dit beeld heb ik een kleine selectie gemaakt van recente studies die dit onderzocht hebben. Kijkt u zelf maar even. En uit al die onderzoeken blijkt dat als we de FFA4-receptoren door omega-3-vetzuren gaan activeren, dat ze betrokken worden bij de signaaloverdracht van spijsverteringshormonen, neurotransmitters en andere boodschapperstoffen. Deze receptoren hebben dus verschillende functies in de regulering van systemische stofwisselings- en ontstekingsprocessen, onder andere via cellen van het afweersysteem, de macrofagen, en vetcellen. En dat zien we hier. Stimulering van FFA4-receptoren heeft een invloed op het glucosetransport en op ontstekingen, waarbij de insulinegevoeligheid en de anti-inflammatoire effecten dus kunnen verbeteren. Daarnaast stimuleert het ook de secretie van GLP-1, en de GLP-1 staat voor glucagon-like peptide 1. Dat is een glucose-afhankelijk insuline-afscheidend eiwit in onze darmen, die onder andere betrokken is bij de spijsvertering en maaglediging, en kan signalen activeren die betrekking hebben tot de honger en verzadiging. En zo kan ook de insulinesecretie in de pancreas onrechtstreeks gestimuleerd worden. Maar de FFA4-receptoren hebben ook daar een rechtstreekse band mee. Bon, als we dan even kijken naar het volgende beeld, dan zien we dat een verminderde FFA4-functie door bijvoorbeeld een genetisch defect een rol speelt in het ontstaan van vetzucht, insulineresistentie en de daarmee gepaardgaande laaggradige ontstekingen. Trouwens, bij obese mensen werd gezien dat FFA4-receptoren in mindere mate aanwezig zijn, waarbij de genexpressie van FFA4 duidelijk verlaagd is en dus een lagere activiteit vertoont. En nu een belangrijke vraag. Waar bevinden zich deze receptoren? Wel, die bevinden zich op verschillende plaatsen in ons lichaam. En ik laat het u even zien. Voilà. Maar wat nu interessant is en redelijk nieuw, FFA4-receptoren komen in grote getalen voor in onze darmen en dan specifiek in het proximale deel van het colon. Dus eigenlijk in het eerste deel, zeg maar, van onze dikke darm. Maar hoe komt het dan dat we deze bijkomende effecten naast de ontstekingsremming niet terugzien bij de inname van vis- of krielolie? Wel, dat is redelijk simpel, omdat de vetzuren uit kriel- of visolie slecht worden blootgesteld aan die bewuste receptoren. EPA en DHA uit vis of kriel worden al relatief snel in onze darmen opgenomen. Dus bereiken zij niet of alleszins onvoldoende het colon waar onze FFA4-receptoren in grote getalen aanwezig zijn. Maar wij denken nu hiervoor een oplossing gevonden te hebben in de vorm van kalanusolie. En kalanusolie is het natuurlijke lipide-extract van een heel klein kreeftachtig diertje, namelijk de Calanus finmarchicus, die in enorme aantallen aanwezig is in de Noord-Atlantische Oceaan.
Calanus finmarchicus wordt al jaren gebruikt voor de kweek van Atlantische zalm, maar werd in 2018 ook goedgekeurd door de Europese gemeenschap voor humaan gebruik. En je zou het misschien niet verwachten, maar dit is dus de meest voorkomende diersoort op aarde en tevens de motor van het Noord-Atlantische ecosysteem. De biomassa-productie is elk jaar goed voor zo'n 300 miljoen ton. En om u een idee te geven hoeveel dat is, kijken we even naar de volgende tabel. De biomassa-productie van krill bijvoorbeeld in de Noordelijke IJszee is een goede 55 miljoen ton. Als we dan kijken naar de totale visvangst, zit die ongeveer op 158 miljoen ton. En dan helemaal rechts zien we de jaarlijkse biomassa-productie van Calanus. En die wordt geraamd op een slordige 300 miljoen ton. Dus dat is vele malen meer dan de totale populatie van alle andere vissoorten samen in die regio. Er werd trouwens een mooi filmpje gemaakt door de producent, wat u niet wil onthouden. In the clear Arctic waters of the Norwegian Sea lies one of the largest renewable and harvestable marine resources in the world. Calanus finmarchicus is an herbivorous zooplankton with a one-year lifespan. In the North Atlantic, the biomass of this copepod is larger than all the other harvestable species collected. An abundant source of energy and nutrients, the Calanus finmarchicus serves as a premium raw material. We are pioneers in the harvesting and utilization of this resource. Our patented technology is developed in collaboration with research institutes and the authorities in Norway. Our technology ensures that we harvest in an ecologically responsible and sustainable way. To best preserve the nutrients for future manufacturing, the copepods are frozen on board within minutes of being harvested. Before arriving at the largest fishing port in Norway, Tromsø. The Calanus finmarchicus is the only available marine source of high-potency wax ester omega-3 fatty acids and is a superior source of functional amino acids and proteins. These acids equate to nutrient-rich ingredients with functional properties. In particular as marine fish and shrimp feed, a novel human dietary supplement with potent health-promoting benefits, and with our leading research and development strategies, there are many more to be discovered. Kijk, en dit is het dan. Calanusolie heeft een diep rode robijnachtige kleur door de astaxanthine die er van nature in zit. Eigenlijk ter bescherming tegen de zon, want de calanuskreeftjes komen tijdens de lente aan de zeeoppervlakte om te paaien. Dit is wel handig, want het kan ineens dienen als een antioxidant. Maar er is nog meer. Zoals ik al zei, zit er een deeltje astaxanthine in, wat maakt dat er geen enkele andere stof dient bijgevoegd te worden als antioxidant tegen oxidatie. En dan zien we dat er een groot deel vetalcoholen in zitten die gebonden zijn aan vetzuren, waaronder ook EPA, DHA en SDA, zijnde stearidonzuur. Maar wat maakt calanusolie nu zo speciaal? Wel, calanusolie komt voor in de vorm van natuurlijke waxesters, waarbij we zagen dat de vetzuren gebonden zijn aan de vetalcoholen. En het is juist dat, dus deze waxestervorm, die de olie een krachtige werking geeft met een superieure absorptie. Waxesters zijn ook duidelijk verschillend van triglyceride of ethylesters wat betreft biochemische samenstelling, bioactiviteit en gezondheidsvoordelen. Waarbij de activiteit van vis- of krilolie eerder beperkt is tot ontstekingsremming, heeft calanusolie bovenop de anti-inflammatoire werking ook invloed op de insulineregulatie en de glucosebalans. Bovendien zouden deze waxesters de aerobe capaciteit kunnen verbeteren, wat gunstig is voor de zuurstofopname en de cellulaire energievoorziening. Maar dit is slechts aangetoond in preliminair onderzoek. Dus dat is nog even afwachten op de klinische bevestiging. Volgende vraag.
Welk werkingsmechanisme zit hier dan achter? Wel, waxesters hebben de eigenschap langzaam af te breken. Dus hebben ze ook een tragere afgifte dan bijvoorbeeld de triglyceriden, ethylesters of fosfolipiden. En dat wordt mooi uitgelegd in een kort animatiefilmpje. Fish oil consists of triglycerides and krill oil consists of phospholipids. These groups of fatty compounds are quickly dissolved by lipases in the intestines. Oil from copepods, however, consist of wax esters and are dissolved more slowly by these enzymes. This means that wax esters can be transported past the first part of the intestines undigested. The lower part of the smaller intestine contains sensors that are activated by marine fatty acids. These sensors control the production of hormones that regulate appetite and blood sugar levels. As opposed to the quickly dissolvable fatty acids, there is reason to believe that wax esters in oil from copepods are more strongly connected with these sensors. Wax esters komen dus vrij in een lager deel van onze darmen, namelijk in het distale deel van de dunne darm, ook wel het ileum, en in het begin van de dikke darm, of het proximale deel van het colon. En laat dat nu juist de plaats zijn die heel rijk is aan die FFA4-receptoren. Er is ondertussen al wel wat wetenschappelijk onderzoek aan de gang met kalamusolie. Op dit ogenblik is er veelal preliminair onderzoek gepubliceerd, maar humane studies zijn wel volop gaande. Waaronder een veiligheidsstudie van 12 maanden, een studie over de biobeschikbaarheid, waar ik dadelijk nog even op terugkom, een studie waarbij gekeken werd naar de hartfunctie en de insulinegevoeligheid bij oudere vrouwen. Dat is trouwens een studie die nota bene binnenkort gepubliceerd wordt en waarbij we al weten dat de hartfunctie met 7 à 8% verbeterde. Als ook de insulinegevoeligheid ging er een stuk op vooruit. En dan is er bijvoorbeeld ook nog een grote studie bij kinderen met ADHD. Maar die is nog volop aan de gang en wordt pas verwacht binnen afzienbare tijd. Het is niet altijd makkelijk om daar nu al een datum van publicatie op te plakken, maar wel boeiend. Kalamusolie heeft van nature een heel complete samenstelling. Het is een energierijke vorm van omega-3-vetzuren die EPA, DHA en een hoge hoeveelheid bevat aan stearidonzuur. En opmerkelijk is dat hoge gehalte aan stearidonzuur. Wat niet veel mensen weten is dat stearidonzuur op zich gunstige effecten heeft op de triglyceridegehaltes. En die kunnen dan bijdragen aan de verlaging op het risico op atherosclerose. Niet onbelangrijk is dat stearidonzuur zelf ook een activator is van die FFA4-receptoren en mogelijk zelfs degene met het meeste potentie. Het is een voorloper van ETA, eicosatetraenzuur, een minder bekend vetzuur dat ook ontstekingen remt. En het is tevens een omega-3-vetzuur dat makkelijk omzet naar EPA. En dat zou wel eens een van de redenen kunnen zijn voor de goede biologische beschikbaarheid. Klinisch onderzoek met 18 vrijwilligers heeft aangetoond dat het EPA-gehalte in het bloed aanzienlijk meer toenam na orale inname van kalamusolie vergeleken met omega-3-vetzuren afkomstig uit visolie. En dat ondanks de 2-maal hogere innamedosis van EPA via de visoliecapsules. Het is dus aannemelijk dat de sterkere toename van de EPA-levels tenminste voor een deel verklaard kunnen worden door de vlotte omzetting van stearidonzuur naar EPA. Dus, belangrijke conclusie, de vorm waarin de vetzuren voorkomen, en in dit geval is het dus de waxestervorm, is minstens zo belangrijk of zelfs essentiëler nog dan de hoeveelheden EPA en DHA die we binnenkrijgen, omdat het vooral gaat om de plaats waar ze opgenomen worden in ons lichaam. Kort samengevat, uit onderzoek naar kalamusolie blijkt dat de vertering en afgifte van EPA, DHA en SDA in de vorm van waxesters vooral in het colon plaatsvindt. Hier binden de vetzuren zich aan de FFA4-receptoren. Vervolgens worden bepaalde hormonen afgegeven die de stofwisseling van vet en suiker helpen reguleren, waardoor het ontstaan van vetzucht en diabetes kan worden afgeremd. Daarnaast remt kalamusolie de aanmaak van pro-inflammatoire boodschapperstoffen
door de downregulering van NF-kappa-beta. En mogelijk vindt er een algemene verhoging plaats van het energieniveau vanwege de verhoogde aerobe capaciteit. Om af te sluiten zou ik nog graag even iets vertellen over de duurzame vangst en het oog voor ons milieu, want dat is niet onbelangrijk in tijden van overbevissing en sterke vervuiling. De visserij staat onder strikte toezicht van de Noorse regering en er is geen sprake van overbevissing. De Noorse regering heeft een berekening gemaakt en een quota opgelegd dat maximum 10% van de totale biomassa-productie jaarlijks mag geoogst worden zonder het ecosysteem te verstoren. En daar zijn we nog heel ver vanaf. Op dit ogenblik wordt er ongeveer zo'n 250.000 ton gevangen, wat overeenkomt met 0,1% van de totale biomassa-productie of 1 kalanus op 388.000. De vangst gebeurt op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier waarbij de zeebodem ongemoeid blijft. Kalanus wordt gevangen op enkele meter diepte, dus de netten komen zelfs niet in de buurt van de bodem. En het innovatieve systeem wat ze gebruiken levert quasi geen onnodige bijvangst op. Dat is mede te danken door de trage snelheid die ze hierbij handhaven. En dus ook nog eens veel minder energiebelastend. Omdat de Calanus finmarchicus deel uitmaakt van de zooplanktonfamilie, dus laag in de voedselketen, omdat Calanus een zeer hoge biomassa-productie heeft en een jaarlijkse reproductiecyclus, wat we zeggen een rapid turnover, omdat Calanus gevangen wordt op een duurzame manier en in de propere delen van de Arctische Oceaan, kan het perfect beschouwd worden als een zeer duurzame bron van omega-3 vetzuren met extreem lage niveaus van verontreiniging. Het voordeel is ook dat er geen nood is aan uitgebreide reinigingsprocessen, waarbij dus ook geen vervuilende chemicaliën moeten gebruikt worden, wat nog wel steeds het geval is bij traditionele vis- of krillenolie. De Noren noemen het daarom graag een van hun meest onuitputtelijke en schone bronnen van energie. Calanus is misschien een van de oudste, maar meest voorkomende en schone bronnen van omega-3 vetzuren ter wereld. En met een enorm potentieel voor zowel onze gezondheid als het milieu. Ik dank u.